Yo, en een hele goede morgen allemaal. Eigenlijk was het middag toen ik dit opnam. Maar goed, ik, Lindsay en mijn moeder die waren op weg naar Eindhoven. Want we deden dit jaar mee met World of Dance 2023. Dus laten we heel snel beginnen. Nou, we zijn vandaag bij World of Dance. We gaan trainen, want iedereen is er. We zijn Upper Division. En het is in Eindhoven, zoals altijd eigenlijk. Ja. Yeah. Zin in. Ja. Wow. En dit was de locatie voor vandaag. Het was bij de Evenaar in Eindhoven. En toen hebben we even snel alles doorgenomen met z'n allen. En toen hadden we tot 5 uur om onszelf klaar te maken. Nou jongens, we zijn er. We gaan even de wc opzoeken en dan... Are we ready to go? Dit is... Hoe noem je dit? Schema. Schema. En wij zijn als 5e aan de beurt. En we moeten zeggen echt heel veel. En om 9 uur is het klaar. Lindsay en Kim gaan op pad. We weten niet waar we zijn. We zijn ergens bij de lockers. En hier beneden kan je ook nog. En hier beneden kan je ook nog naar beneden. Oh, hè? Wat is dit? Nee, mag niet. Oké, okay, dan gaan we daar niet heen, toch? Dan gaan we weer lekker terug. Yay! Maar check even deze zaal. Het is echt heel raar. Komt hier binnen en dan heb je dit. Het is echt heel raar, maar goed. Je ziet me niet heel erg goed, maar iedereen is zich aan het omkleden naar het Emily. Wat? Dat we aan het omkleden zijn. Ja, ik ben al klaar. Wat vind je van de zaal? Raar. Ja? Ik dacht zeg maar... Udo fine. Ja, maar ook weer niet. Het is echt ik heel vind gek. Dat leuk op zich hoor, dat iedereen staat. Maar ik zou het liever hebben. Ja, same. Dus heb ik het ook wel aardig vol te lopen. En dat is het podium. En de prijzen. UDS youngsters, oh my god. Like family and bonkers to go to the registration, please. UDS oh, youngsters. Oké, guys, je ziet me weer niet, maar we gaan backstage. Let's go. En toen was het tijd om met Kiyomi Elite het podium op te gaan bij World of Dance. Next up, we have a team. All the way from Zwolle, here in the Netherlands. Yes. And they're not just a crew, but they're a family full of diversity. Kiyomi Elite! Ja, en voordat wij hier gaan optreden, wil ik even mededelen dat wij namelijk waarschijnlijk mee gaan doen met het WK. En jij kan bij ons daarbij helpen. Wil jij ons helpen en ben jij 30 juni in de avond beschikbaar? Kijk dan even zeker in de link in mijn bio om alles op een rijtje te hebben. Terwijl we moesten wachten, gingen we natuurlijk ook even kijken bij de andere teams. Jongens, we zijn net op geweest. Althans, net een paar minuten geleden. Ik ben een half uur geleden wel. Oh, na een half uur geleden al. Hoe vond je het gaan, Nins? Want het is jouw allereerste keer. Ja, Ik zweet echt als een malle. Sorry. Een beetje, ik heb sommige foutjes gemaakt. Maar het viel volgens mij niet heel erg op.
Nee, viel wel mee. Dus over het algemeen vond ik het wel prima gaan. En mooi. Laten we hopen. Ja, er zijn echt super goede sterke teams. Het is echt niet normaal. Heel veel teams. Het zijn er? 24. Inclusief ons. Ja. We hebben nog nooit zoveel gehad volgens mij. Holy guacamole. Ja, in ieder geval, we zijn nu aan het wachten. We moeten nog echt 3 uur wachten. 2 uur misschien. Ik weet niet hoe lang het allemaal gaat duren, maar... Het duurt lang. Laten we daarop houden. En het is ook echt bloedverziekend heet hier. Ja. Leuk, fijn, doei! CDK was ook van de partij. En hier is een klein stukje van hun dans. Make some noise for CDK! En hier zijn nog wat andere teams waar wij toevallig tegen moesten. When you say 3, 2, 1, please point to the right or the left to make a choice. So I hope you guys are ready, because it's time to gather the dancers. Alright, so now that I have my dancers, we can begin. We need to choreograph a mix. But which style are we gonna dance? Should we go with some raw hip hop? Or do a dance-off piece? Make your choice in 3, 2, 1. Nadat alle teams waren geweest, was er nog een heel feestje op het podium en al dat soort dingen. Dus kijk hier gewoon lekker mee. We'll see who starts. Danny, it's a little bit, you know, the crowd now. You have to start. DJ, whenever you're ready, take it away. And you wait until I start counting, okay? Are you ready for this shit? Here we go! Wait! Come with me! Nou ja, ze zijn even de drukte weg ontgaan of hoe is dat ook allemaal. We gaan dood! Maar we gaan naar de Mac. Ik heb honger. En ik heb dorst eigenlijk. Knaat is je druk, man. Nou, oh, wij stonden bij de Mac en toen werden we opeens geuit in een groep. Dat wij zo spoedig mogelijk terug moesten komen, want de awards die beginnen over enkele seconden. Niemand heeft omgekleed, althans is in hun juiste outfit. Waarschijnlijk heeft de helft allemaal drinken en eten in de handen en de helft van het team is weg. Welkom bij Kiyomi Elite. Wat zei je? Stikke zij is te hebben. Stik. Iedereen is ook weg. Oh nee, dus gaan we op. Ik denk dat we doodgaan. Oh my god. We are here again. Finally. We are back. Dus we zijn op tijd, denk ik. Gelukkig waren we nog op tijd. En we hebben een paar judges demo's gezien. Boys and girls. People of all gender. My name is Sarayo Semedo Morera.
brother of Janini Semedo Morena. Welcome to a magnificent universe! But in the search of uniqueness, don't forget the smile. Because you're about to try. So let me take you to count five. Nou, we gaan naar voren, want de uitslagen zijn. World of Dance 2023. Eindhoven. I need my judges on stage, please. First award, best costume. This award goes to best costume. Goes to Fusion now. Best theme. The best theme goes to The Click. Picture time. Crowd favorite goes to Me of Saint-Étienne. Normally we would go straight to third, second, and first place. But because there's three more teams that scored amazingly high, we want to give them an honorable mention. They don't have to come on stage, but I do want everybody to make a lot of noise for these three teams that came at sixth, fifth, and fourth place. In sixth place, with 72.3 points, DND8 makes a nice one. In fifth place, with 74.6 points, UDS. Wow, wow, wow. Number four, with 76 points. Yeah. Let me verify. So, with 76 points, fourth place, Arta Company. For the third, second, and first place. Third place. Upper team division goes to, with 77 points, Fusionel! Second place, upper team division. With 79 points. Goes to World of Afro. Make some noise, World of Afro. First place. Yes, like Laden. 86.3 points. It's not KDC, but it's CDK. Nou, we zijn uiteindelijk niet in de top 5 of 6 gekomen zelfs, maar we zijn wel 14e van de 24 geëindigd met een score van 64. Ik moet je heel eerlijk zeggen, alle punten lagen best wel dicht bij elkaar. Want als je weet dat de zesde plek rond de 74 lag, lag dat best wel dicht bij elkaar. En nog even een hele snelle reminder. In de link in mijn bio staat namelijk hoe je ons kan helpen naar het WK. Dus let's go naar het WK en dan zie ik jullie daar weer. Doei doei!